Yo, kijkers van Sam's Leuk, kijk deze nieuwe video. Mijn zoon is er vandaag. Doen wij de campaign. En we doen gewoon zo dat we gelijk even gaan beginnen. Star Wars Battlefront 2 campaign. Trouwens, ik kom hier achter als een content door. Dus yo, kijk van Sam's Leuk, kijk deze nieuwe video. Mijn zoon is er vandaag. Doen wij Star Wars Battlefront 2 campaign. Zo, dat is beter. En laten we gelijk gewoon gaan beginnen. Want jullie, ja, wat kan ik ervan vertellen? Ik jump er blind in, dus a long time ago in a galaxy far, far away. Schepjes, nog een schepje. Het zijn veel scheepjes. Tuurlijk moet hij even laden. Nee, volgens mij. She's highly trained. Deception, infiltration, extraction. She's special forces. Oh, zijn wij daar? Oh, ik ben de vrouw. Inferno Squad. Commander Versio. You must be important. Nee. Look at me. Poe. So suck facts. That's what I'm here for. You have the activation code. I've got the ability to help you out. Just nee, dat kan. You know we can really use someone like you. Just help me and I'll help you. It's that easy. I'm gonna get what I want eventually. My best technicians are slicing into your droid right now. Take on my offer. All I want is the code. You don't have to go down with it. You're right. The Empire's time has come. DZ-626. DZ-626. Is dat de code? VZ-626? Oh. Oeh, zijn wij er? Zie hier het. I love it. Wish I could, but we don't have the droid's access code. Might I suggest finding the access code? The captain's working on that in the detention center. Until then, the only way to access this droid's data is to pry the memory. Check available. Analysis shows this Andy 10 has been modified with an electroshock probe. Which can't do anything if the droid is deactivated. 3. Sir, it appears the ID 10 has been remotely activated. Droid, execute the plan. Download the ship schematics from their computers, then come find me. Wow, we zijn echt heel snel. Gewoon echt heel. Dit was gewoon nu de plan, zijn we expects gecaptured? Beeps. Nee. Dit is de volgende. Ja, zo. Use the ventilation system to reach me. Ventilatie is uit daar. Nou is dat hij laat zien waar het is, want anders was ik gelijk kwijt. Maar ik heb net het gevoel dat ik die Spider-Man game moest spelen. Als ik daar niet naar voren keek, was ik gelijk dood. Jip, jip, jip. Command wants a report on that Imperial transmission we intercepted. Nee, nee. Thanks. We need any information that could be crucial to the Death Star attack at Endor.
is expecting updates before Endor if possible. The encryption is surprisingly complex. I'll do what I can to hurry things up, but no promises. I'll pass it along. Oké, die is weg graag en zat iemand. There are too many rebels outside my cell. Find another way. Kom op. Ga weg. Nice. Daar zijn die keuzes die me wel. Oh, nu zijn er maar twee, ja. Oké. Snel. Yes, de dag. We did it. That's what you did. Waarom heeft deze de ding hier gewoon een gun? Auto scan. Contact me when it's done. How does it look? You're right. This IR-10 and power coupling is fried. Verwacht dat ik het kan scannen. Zit hij nou? Hij bewoog nog wel even, oké. Als ik scannen kan weten waar ze zijn. Scan. Ik kan hier denk ik wel snel zo. Zeg eens wat. Let's get a technician in here for repairs right away. Okay. Come so. If you're done, regroup with me. It's time. Dat was leuk dat we dat hadden. Ga nou. Oké, dan ga ik hierheen. Go. Yes. Dat was echt. Gelukkig zagen ze me daar niet, want dan zat ik daar dan. Nice. Nice. Let's go. Oh. You're right on time. I'm moving to the communication center. Copy that. Once I've located and destroyed the stolen Imperial message, I will signal for extraction. Droid, open the cell. Hey, that's enough! You're locked up until after Endor. After that, we'll figure out what to do with you. So, until then, just... Blijf maar lekker brutaal. Oh ja, oké. Wacht. Kan ik daar een gun...
Had hij nu een gun? Oh, blijkbaar niet. Nice. Have the rebels figured out you wanted to be caught? Never crossed their mind. To be fair, we're operating outside protocol. We should have just blown up their ship. Would have raised too many questions. For this to work, we need to be subtle. I understand, Commander. Calling the invincible things. By now, you are aware of the beacon directing Alliance ships to the Galan system. With this ruse, we will divert the Empire's attention. Okay. Okay, daar ga ik niet in. The rebels still think we don't know about Sullust. They have no idea what's waiting for them at Endor. We need to keep it that way. If the rebels decrypt that transmission before I delete it, everything will fall apart. Oh, dus eigenlijk hangt al zo aan. It's time. We're heading south to meet with the rest of the fleet. Just got four to the captain. Scanning. I can't believe it finally happened. Need a slice. Show me a scan. Can we check on that Imperial transmission again? We're almost out of time. Oh, I have to see. Nee, hij heeft niemand opgeroepen. Hij dacht als hij hem aankwam. Tuurlijk komt hij me niet aan. Shock him. Agent Hask, I've reached the communication center. Deleting the message will trigger their alarm. Be ready for extraction. Understood. Daar zit iemand, dus. Pasje. For the last time, please stop interrupting me. Imperial encryption is very complex. I'm working on cracking this message, but I can't do it if you keep interrupting, asking for updates. I need silence, okay? Thank you. I've located the encrypted intel. Nice. Oké, dan zorg ik even zelfs moest me concentreren. Oh, wat? Purge complete. There's nothing for the rebels to learn. Ik ben ontzettend gevaarlijk. It's time. Beginning preparations. Ah, eindelijk. I'm on the move. So is the Corvus. Best for shot luck. Go for the stun. Oh, even regenen. Oh, 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 there is er iemand. Oh, kom op, man. Scanning. Oké, ik moet daar. Moet ik shadows? Die hierheen. Lekker bezig, man. Denk die of zo dat ik niet kan richten? Vind ik echt niet aardig. Echt niet aardig, man. Show me threats. Disable now. Die gaat even die pakken.
Kan ik even... Nope. Scan the area. Oké, niemand, kom hierheen. Ik zei niemand, kom hierheen. Dan moet je er niet heen. Oh nee. Nee. Dankjewel, Tutorial. Dat is nou zo moeilijk om zo te laten zeggen. Looking for enemies. Drie, hè? Nu is 3 al niet meer nuttig daar. Enemy located, ja zeker. Oh fuck nou. What the fuck doet hij? Ik vraag me echt af waarom ik hun zijn wapens had opgepakt. Als ik terwijl ik zat ontsnappen. Want het zou 10 keer zo makkelijk zijn dat ik gelijk een big gun heb in plaats van een klein pistooltje. Oké. Nice, triple kill. Volgens mij. Nee, double kill. En kijk. Oep. Nee. Verklaar. Threat analysis. Nee. Hoe bedoel je? Nee, ook niet daar, Oh shit. Kom, regen, alsjeblieft, dankjewel. Oh, dat was pijnlijk. Niemand. Niemand. Nee, oké, dan niet. Dat is gewoon de ene keer dat ik het moet doen. Slice it, droid. Nee. Moet zo lang duren dan? Het moet lang duren, oké. Schrijf maar niet wat dat heel snel kan. Gewoon geen 1. Kan niet of zo dan. Nee, oké, laat maar dan niet. Ik dacht dat het klaar was. Yes. Show me threats. 3. Doei. Agent Hask, I'm in position. Understood, Commander. Prepare for extraction. 3, 2. Wat ben ik aan het doen? Suicide. Wat? Mission Impossible slaan. Waarom kon dan niet gewoon een vliegtuig? Oh nee, wacht, dan was de landzee afgegaan. Als ze gewoon een vliegtuig in de buurt was, dus ja, dan is eigenlijk goed. Aha! Rip! Waarom maak je geen luidspeeding? Dat zeg, waarom maken ze geen luidspeeding? Oh. Commander on deck. Addies. Mission accomplished, Commander. And 0 casualties. Looks like you're still second in command. Oh, I'm patient. I can wait. Agent Miko, those jump calculations were perfect. Thank you, ma'am. The landing wasn't too rough. Been through worse. Remember the Jawbess incursion? Still haunts my dreams. Contact the Admiral. Yes, Commander. And the message? The fleet's location is still safe. Today, the Rebellion dies. Let's kill some good guys, because we're the bad guy. Ja, kijk eens, we hebben deze game met de bad guy. Oeh, yeah. Sometime later. And now. Oh, we're coming.
is niet slim. Toch? Oh, het is wel slim. Viet. Ik dacht al. Get me Inferno Squad, now. Dit is de, toen de Death Star werd getagd, hè? Dus, oh nee. Ja, ik hoor wel. Nee, nee. Ben je aan het opnemen? Wacht even. We have eyes on a rebel recovery team, Admiral, but we're too late to capture the saboteurs. What's the status of the Death Star's shield generator? Worse than expected. There's no way to repair or reactivate. Oh nee. Eliminate the rebels and return to the Corvus. The Emperor's plan must not fail. Yes, sir. Agent Hack with me. Agent Miko, cover us from here. Okay, let's do this. Oh, whoa! Epic sprong daar! One target dead ahead. Follow my lead. Understood, Commander. What's your status? Tell General Solo this might be... Nice. New abilities unlocked. Okay. Killstreak Vanguard. Equip cards of fun. Equip. Nee, unlocked. Unlocked by playing, okay. Equip weapon. Welke pak ik? Kies voor even snel. Schietend wapentje. Wacht, dan als ik even. Even kijken. Welke is de laatste range? Even kijken. Meestal met de laatste range hebben we heel veel. Ik denk dat ik deze misschien pak. Even uittesten, hè? We'll take it from here. Oké, ja, maar deze heeft niet. Ik opnieuw. Ah ja. Waarom zou je deze pistool pakken? Die is precies hetzelfde als deze, want schiet minder snel. Schiet minder ver. Oké, even een grenade voor hem. Oké. Hier hebben we een killstreak Vanguard. Volgens mij werkt hij zo dat met de killstreaks die je hebt, zo lang blijft hij. Dus als je heet, blijft killen niet mee, dan uiteindelijk heb je wel langer hem. Kom op. It's over. Oh, dat is makkelijk. Grenade. Zo, kijken of die gaat trekken. Nee, dat deed geen damage, oké. Vanguard time! Ik pak die. En dan ga ik zo. Hierheen. En hierheen. Is hij dead? Commander, rebel reinforcements inbound. Weapon free. Neutralize all targets. Dan had ik er niet zag. Dag. Go for the stun. Ja. Waarom mag ik niet even zo doen, hè? Zo. Kun je hem niet killen? That's all of them. Ik snap wel waarom je geen commander bent. Echt man, wat doe jij? En dat hoort niet. Oh, ik dacht dat ik mensen moeten maken. Oh ja, ik wil mensen laten. Nou. Oké, dat kan niet all of them. Those rebel commanders must have already moved on. We should too. We're near platform 4. Is there a shuttle there? No, TIE fighters only. Even better. We should move carefully. We don't know how many rebels are out here. Right, we'll deal with them the same as the rest.
Today we wipe out that scum once and for all. Nee. Kut. Look alive, agents. We can grieve later. Right now, we need to move. On you, Commander. We need to reach Platform 4 and secure those TIE fighters. That's our only way back to the Corvus. Agent Miko, scout ahead. Yes, Commander. Dat was niet de bedoeling. Agent Hask, contact the Eviscerator. I need to speak with the Admiral. Yes, Commander. Patching you through now. Admiral, Inferno Squad is evacuating Endor. What's the situation? Vice Admiral Sloan has ordered a retreat. We're pulling out of the system. Make it to your ship, Commander. Survive. I will send you the rendezvous coordinates. Yes, sir. We'll contact you when we reach the Corvus. Okay. I don't understand how this happened. The track was perfect. Someone made a mistake. No. High Command overlooked something crucial again. No, there has to be more to it. The rebels were outnumbered and outgunned. It's simple. The Emperor underestimated the strength of our enemy, and we paid the price. Commander, permission to speak freely. Granted. I know we're alone, Aiden, but that sounded treasonous. Look to the sky, Hask. It's not treason if it's the truth. Heads up, Commander. Rebel patrol headed your way. Thank you, Agent Miko. We'll take care of them. Bunker's right. I have a visual on the patrol. Get inside. Oh, no. We're taking this moon back from the rain it in, Agent. You don't fire. Fire! Taking them down. Dat jullie zo special wait stellen te koop dat hij zal raken. Patrol neutralized. Nogens. Okay. Commander, I put eyes on a rebel ambush. We lost a shuttle and our men are overrun. Keep scouting, agent. We'll see what we can do. Nice, het wordt sniping time. Denk ik. Hier. Ik zo. Kijk, waar zijn ze? Nou, nu vragen ze erom. Of wacht, verkeerde. Nu vragen ze erom. Of nu. Dat is nou echt dat het zo werkt, hè. Maar ik hou het ook wel. That's the point, Sergeant. All the same, we're in your debt, Commander. Ik hou wel van dat je ook soms gewoon een stukje hebt waar je een beetje groot moet lopen naar het point. Niet dat het alleen maar pieuw, 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 pieuw is. Nice. Rocket launcher. Maar, moeten we hierheen? Commander, I'm hearing reports of enemy
transports landing across Endor. They're deploying troops all over this moon. Right. We won't be here much longer. Okay. I don't want to lose anymore. Wel, ik hoef er geen officer. Nee, dus. Attack! Be ready, Agent Half. Get him, droid. Die zag het niet. Kill voor je locatie. Oh, dat was al erg goed om terug te killen. Rebel officer! No! Fuck. Scan. Okay. Oeh. Nee. Wel. Oef. Oh, nee. Kom op. Zo, dat is meer. Agent Miko, what's your position? I've rallied a squad near the platform. Okay. Rocket launcher erbij. Wormhole! Spinnetje. Damn it! Stop daarmee! Agent Miko, situation report. Commander, Rebels have seized platform 4. Fight to take it back. Looks like you're ready for it. Troopers, we're gonna take back that platform and evacuate this moon. And then we're gonna make the rebellion pay. Yes, yep. Commander. We're with you. For the Empire! Forgot it! Your ability is not nice. Oké, wat pak ik? Kan shield. Ja, deze pak shield. Oké, en dan pak ik bij wapens, pak ik het liefst weer. Die gun die ik eerst vast had. Deze volgens mij. Oh nee? Volgens mij was het gewoon deze. Wees ik. Ja, ik noem die eigenlijk de basic gun. Ik vind het gewoon echt. Ja. De basic gun. Oké. Ik wil hier ook doorheen. Dat voel ik echt heel cool. Oké, wat dan als ik R en dan F? Kan ik zo? Heb ik een shield met een shotty? En kan ik zo? Kan ik zo? En dan ben ik bijna dood en dan ren ik weg. Fuck, ik zeg het niet. Fuck hell. Laat me. 3. Laat het gaat werken. Oh, het werkt ook nog. Oh, sorry. Oh, nee. Got you.
Ja, oh shit. Fuck it. Nee, nee, ik wil niet dood, ik ga niet dood, ik ga niet dood, ik ga niet dood. I will not die. Not yet. Shock the area. Scoutwalker down. I repeat, the ATST is down. Even with superior firepower, the rebels can't win. Secure this point, alright, ready, ready. Het is toch al gestikkerd? Waar? Oké. Platform is ours. Get to the lift. Meet me at the top to secure those ties. Yes, mama. Oh, geet weg. Hold, geet weg. Ietsje op level, oké. Let's go! Woehoe, we zitten erin. We zitten. Contact on the platform. Enemy forces are sabotaging our ships and preventing an escape. Take them down and secure the TIE fighters for our escape. Suppress and extract. I'm looking forward to it. Oh shit. Push forward. Waar zijn ze? Weg. Oh shit. Fuck. Fuck. Kill. Dan kan je ook nog gewoon de race schieten. Wow. Dat is wel nice. Hop. Oké, zo. Still with us, Commander. Starfighter secured. See you up there, agent. Time to fly. Oh yeah, baby. Woehoe. Ik hoop dat ik elk moment ga neerzochten. Geintje. Let's go! Als deze mensen voorbij is, ga ik het hier ook zetten. Ja, als ik het niet doe. Inferno, so something like this wouldn't happen again. I know. Hard to believe this is all that's left. Dat was het laatste. Now it's gone. Kijk, hou dat je ook voor een ding hebt waar je gewoon een beetje rond moet vliegen. Just like it did when they destroyed the first Death Star. We adapt or die. Oh mijn god, waarom moet hij zo'n moeilijke weg nemen? What is it, Hask? The Corvus was damaged by the Death Star explosion. Engines are down, but the crew is making repairs.
get the rendezvous coordinates from the Admiral. Commander, I'm picking up quite a few ship signals outside the debris field. Any of them Imperial? Not many. They've either retreated or been destroyed. What about the Admiral Star Destroyer? The Eviscerator is positioned near the Corvus. It appears to be fully functional. At least Hask isn't alone on the Corvus. We might actually make it out of this alive. Hij is al gedamaged, zie je dat? Hij is gedamaged voor een of andere reden. Agent Hask, we're approaching the Corvus. What's the status on the engines? Ion injector systems at 60%. I'm diverting shield power to reignite the engine systems. Commander, fighters inbound. Bombers 2, defend the Corvus! It has no shield power! Fucking hell. Oh, oké, okay. Die moet dood, die moet down, 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 die moet down. Die moet ook down. Bombers are making their attack run now. Oh. Yes. Ik zat eigenlijk al in te schieten, alleen die ging toen ook weg, dus ik volgde hem en toen... Jawel, het gaat naar de dood van die guy daar. En daar wil ik graag bij zijn, snap je? En... dood! Agent Hask, status report! We have the rendezvous coordinates, but the crew needs time to prepare the engines. We can make time. Agent Miko, let's take out these bombers. Ha ha ha! Ha ha ha! Oeh, dat was heel close. Dat was totaal fun. Trouwens, zodat jullie het weten. Ik wou totaal bijna aanraken, maar ik wist dat de piloot een goede piloot is. Dus me ontweek. Dus ja, dat was mijn plan. Dus totaal niet, omdat... ik faalde met vliegen. Nee, hoe kan ik faalde met vliegen? Nee, nu recht of ben ik op de kop? Ik weet niet meer. Ah, ik ga... die sword dan daar, dus ik ga wel even een beetje weg. Ja. Schat, down! To the couch! Oh, daar... kom, daarin, piep, 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 kom op. Oh, hoe leef ik nog? Oeh, die was heel close. Oef. Nice, ah, gelukkig. Join me on the Eviscerator. Sir? Classified orders, Commander. I will brief you in person. Yes, Admiral. Inferno Squad, the Admiral and I will rendezvous with you later. Understood, Commander. Okay. Hey, Sepp, die heel is... oh, wacht, dat was Sepp. Volgens mij. Nee, dat is niet onze. Waar is Sepp nog ons? Oh. Alleen, er was nog een ander schip. Vraag me af wat... hoeveel daar van gedaan? Ja, ik heb niet een goede Star Wars knowledge, dus... ja, sommige mensen die weten wat is, dan denk ik... denken zeker, ach, maar gewoon het spel, het spel. You wish to see me, sir? Approach. The Emperor is dead. So what happens now? We retaliate, Commander. The Empire was short of the very foundation of the rebels' pathetic belief in themselves. Tell me, Aang, what is the source of their belief? Hope. Correct. This messenger's presence is a great honor,
One I choose to share with my daughter. Mijn dochter. Admiral Versio, Operation Cinder is to begin at once. Resistance, rebellion, defiance. These are concepts that cannot be allowed to persist. You are but one of many tools by which these ideas shall be burned away. Heed my messenger. He shall relay you to your target. Operation Cinder is the last command of our Emperor, and the first step in securing our future. Inferno is crucial to its success. What's our target? You are not verified. That information can wait. For now. Here are our next assignments. They are unusual. But these are unusual times. Go, Commander. Do what you do best. Kick-ass take names. Of, yeah, kick-ass take names. In preparation for Operation Cinder, we've been ordered to the Fondor shipyards. Agent Hask, you and I will retrieve experimental satellites for the Star Destroyer Dauntless and oversee security for Moff Wraith. Agent Miko, you have the Corvus. Oh, nee, dat is niet school, hè? Come on. We secure the satellites. Good work, Agent. Moff Wraith has informed the Admiral that Operation Cinder could proceed as planned. Oh nee. Dat is een schip dat ik zag. Dit is niet een goed ding. What's the plan, Commander? Keep this Star Destroyer safe. The rebels can't learn about Operation Cinder. Kijk eens. Ik hoop dat jullie het video leuk vonden. Het spijt me. Ik hoop dat jullie het video leuk vonden. Doe vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer, reageer en like voor meer. Sorry dat de video hier moet eindigen. Kijk eens, maar hij moet uiteindelijk eindigen. En ik heb nog maar één ding te zeggen. En dat is goodbye.